Malachi 3, 6 tot en met 12. Oproep tot bekering. Voorwaar, ik ben de Heere, ik ben niet veranderd en gij kinderen van Jacob zijt niet verteerd. Van de dagen uw vaderen af zijt gij afgeweken en van mijn inzettingen hebt gij ze niet onderhouden. Keert terug tot mij, dan zal ik tot u terugkeren, zegt de Heere der Heerscharen. Mag een mens God beroven, toch berooft gij mij. En dan zegt gij, waarin beroven wij u? Gij volk in het geheel, breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijzen zijn in mijn huis en zegen in overvloed zou uitgieten. Dan zal u ten goede de afvreter dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderven en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zijn. En alle volken zullen u gelukkig prijzen, omdat gij een land van welbehagen zijt, zegt de Heere der Heerscharen. Goh, dat is een mooi onderwerp voor een preek. Ja, met geen goed. Maar het is wel vreemd, want u zit toch in het strijkijzer? Zou dat het zijn? Ja, u zit in het strijkijzer, dat is het tegenover. Thank you.
gestart. Ja, ik was aan het zoeken waar ik zo gauw waar ik het moest vinden. Dit is het! Ons paleisje. Ga zitten. Het is nog koud, zeg. Heel koud. Oh, dus dit is het huis van Patrick geweest. Ja, zeker weten. Het is het huis van Patrick. Ja, dat hij rust in vrede. Ja, ik dacht eigenlijk, ik had helemaal niet verwacht dat je in dit gebouwtje zou zitten. Want het is wel een heel apart gebouwtje, dus ja, er zit niet zomaar iedereen in natuurlijk. Nee, absoluut niet. Het is een kapitaal waard geweest. Ja, dat zal best wel, ja. Maar het ziet er prachtig uit hier. Ja, mijn computer, onze televisie en ja, eigenlijk ook monitor. Wij doen alles vanuit voor de televisie. Dan gaan die dingen zijn aan elkaar gekoppeld met HDMI. Mooi. Ja, ja, dat is hartstikke mooi. En ja, waarvoor we je uitgenodigd hadden was... Ja, dat ben ik benieuwd naar, ja. Dat was iets... wij hebben iets op televisie gezien, op de TROS. We weten dat u uw eigen vlog heeft. Maar er zit nog wat haken en ogen aan. U komt nou een half jaar bij ons in de gemeente. En plotseling duikt er een video op van u en Henny Moensel. Oh, over de glostiek. Ja, ik had Henny Moensel uitgenodigd, want ik nodig wel meer mensen uit die iets interessants te hebben vertellen. En Henny Moensel die had het over de glostiek. Dat vond ik wel een interessant onderwerp, maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat ik daar compleet achter sta. Nee, maar wat het hele grote probleem is, mensen van onze kerk en donateurs belden ons op van wat is dit voor een... ongeheim, zeg maar. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, dat is natuurlijk helemaal in strijd met de leer, de zuivere leer. Ja, want daar zegt Henny Moensel ook nog dat ja, iedere christen zou moeten gaan lezen en dat soort dingen. Maar helaas, zo werkt dat niet. En hele boze mensen van, ja, wat is die Gregor Meijer nou aan het doen? Ja. Ja. Dus, en... nog geen week later, ik geloof, zijn uitzending daarop, krijg je een telefoontje van Ronald. Ja, ja, ja. En die was ook niet al te blij, want nee, die had hem opgenomen. Hij had nog gesproken met in een vlog en die was het er ook helemaal niet mee eens. Dat kon je wel duidelijk merken. Ja, hij was ook boos dat het op televisie geknald was. Hij dacht alleen maar dat het een proefopname was. Ja. Dus ja, dat zijn niet zulke mooie dingen natuurlijk. Maar hij heeft het in ieder geval in die vlog heeft hij het wel kunnen weerleggen allemaal, wat Henny Moensel heeft gezegd en dat hij in ieder geval absoluut er niet mee eens was. Dus dat weten we. Ik ben in zoverre met de gnostiek eens dat ik de wederopstanding van de menselijke geest, dat de mens opnieuw herboren wil worden, staat dan gelijk met de wederopstanding van Jezus, met Pasen. En daar ben ik het wel mee eens. Maar, maar dat de wereld geschapen zou zijn door iemand anders dan God, daar ben ik het dus niet mee eens. Maar wij weten allemaal dat... de mensen worden aangeraakt door de Heilige Geest. De Heilige Geest komt over de mensen. En zo worden ze herboren. Dus er is geen andere weg dan dat de Heilige Geest over ze komt. Dat is waar, daar ben ik het mee eens. Ja. Nee, ik hoop dan in ieder geval dan Henny Moensel binnenkort erover te spreken. En... of misschien dat jij misschien Henny Moensel wil spreken, ik weet het niet. Ja, misschien is dat wel een handig iets, ja. Nou, nee, dan zal ik in ieder geval doorgeven aan Henny dat jij hem graag wil spreken. En dan komt het misschien toch tot een vruchtbaar gesprek erover. Ja, ja. Wij hebben heel bewust nu ook een... video gemaakt van de reden over de laatste dagen. Die komt heel binnenkort ook op
televisie. En daar bespreken we dit soort dingen ook. Dus alsjeblieft, meneer Vregelmeijer, houd rekening met de anderen. Want we krijgen echt enorme grote hoeveelheden klachten. We snappen dat u graag creatief wil zijn. Maar wij moeten ook uitkijken voor het imago van onze kerk. Want u komt vaak in de kerk. Iedereen van die de tros kijkt, die kent u ook van de kerk. Dus precies, vandaar. Ja. Nee, ik zal er dan in ieder geval rekening mee houden. En dan hoop ik dat Henry Moensel ook tot andere gedachten komt. Maar ik vrees van niet. Maar je weet het nooit. We kunnen het altijd uit gaan proberen. Ja, dus, heel veel succes. Ja. Ja, ja. En zeker wijs de mensen ook op, en ook Henry Moensel, over de reden over de laatste dagen. Dat is een televisieuitzending van ons. Ik ben benieuwd, ja. En daar gaan wij dieper in, heel bewust op de dwaarleren en de dwaarleraren en waarom en wat en hoe. Ja. Oké. Ik ga het zeker bekijken. Ja. Ja. Oké, bedankt voor uw komst. Ja, graag gedaan. Wij moeten weer verder met werk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik zal u even uitlaten. Ik loop hier even naar de overkant toe, naar het strijkijzer. Ik kon me totaal niet voorstellen dat je in dit gebouwtje zat. Dus, nee, dat is raar, want het is een grote gemeente. Ik kon het maar niet vinden en toen kwam er ook nog iemand op het Rijswijkseplein op me af. Die vroeg de weg naar het Hollandspoor en ik werd verwezen naar het Centraal Station. Dus ik was helemaal in de war. Maar het is allemaal goed gekomen, gelukkig. Oké, bedankt voor de komst. In ieder geval tot ziens dan, hè. En tot ziens.